Nou, mijn naam is Sharon Jansen. Ik werk sinds 5,5 jaar bij Kirkman. In die tijd heel veel verschillende opdrachten gedaan. Van procesoptimalisatie tot inrichting. Maar waar we de laatste tijd binnen Kirkman ook heel erg mee bezig zijn. Dus organisaties helpen om meer, dat noemen we social enterprise, noemen we dat te worden. Dus dat we eigenlijk in de afgelopen jaren heel veel gezien dat organisaties aan het reorganiseren zijn, opnieuw aan het inrichten. Met name vanuit een perspectief om kosten te besparen. Maar dat je nu ook wel weer ziet dat dat niet de enige manier is waarop organisaties in de toekomst gaan overleven. En dat de maatschappij ook veel meer waarde hecht aan andere kernwaarden, zoals bijvoorbeeld inderdaad duurzaamheid. Wat betekent dat voor de mensen? Nou, dat soort vragen nemen we nu ook veel meer mee. Ja, dat is natuurlijk al een trend die al best wel een paar jaar is ingezet, dat we meer naar een soort flat world gedachtegoed gaan, waarin je veel meer, minder als organisatie zelf gaat doen, veel meer in netwerken gaat samenwerken, waar inderdaad co-creatie een heel belangrijk aspect is. Dus daar helpen organisaties ook wel mee, van hoe ga je dan die netwerken orchestreren met elkaar en hoe maak je daar de juiste keuzes in. Ja, dat zijn enerzijds dat hele kleine stapjes, zoals bijvoorbeeld bij de lunch ook wat meer biologische producten, bewuster omgaan met afval en wat ook slimmer kijken naar onze hele lease wagenpark die we hier beneden op het parkeerterrein hebben staan. Dus enerzijds dat. Maar anderzijds zit voor ons veel meer de toegevoegde waarde in om andere organisaties daarin te helpen, want wij kunnen als consultants wat dat betreft een soort multiplier effect hebben. Dus we hoeven niet alleen maar zelf een social enterprise te zijn, maar wij kunnen zoveel organisaties om ons heen daarbij helpen. Dus daar zit voor ons de grootste win in.